Ik ben Lester Curves en ik ben 12 jaar oud. Ik ben Manon en ik ben 22 jaar. Ik ben Helene, ik ben 15 jaar en ik scherm. Waarom heb je eigenlijk voor deze hobby gekozen? Puur toeval, denk ik. Ik ben op tv, heb ik dat gezien, ik had daar zin in. Omdat ik gewoon het een leuke sport vond. Het heeft met fysiek en ook veel met denken te maken en ook veel vrienden van mij die het al deden. Mijn vader heeft vroeger ook nog geschermd, maar het was eigenlijk op een moment dat mijn broer en ik aan het zoeken waren naar een nieuwe sport. En dan zijn we zo op schermen gekomen. Hoe gaat een training te werk? Eerst is er een opwarming, daarna soms technische oefeningen en daarna wedstrijdjes. Wat is de reactie van uw ouders? Ze vinden het heel positief. Ze vinden dat heel tof dat je dat doet. Ze vinden het heel leuk dat ik deze sport doe. En soms als ze komen kijken op toernooi, vinden ze het wel heel ingewikkeld ook om de sport te volgen. Maar ze vinden het wel heel leuk. En qua kledij en bescherming, dat is toch wel iets speciaals. Kan je dat een keer uitleggen? Eerst heb je normaal een broek aan, dan een ondervest, dat zit hier. Dan een borstplaat, een gewone witte vest en dan een elektrische vest. En lange kousen en ja, gewoon schoenen. Waarom zou je iedereen aanraden om aan schermen te doen? Omdat het een heel intensieve sport is ook natuurlijk. Je zweet veel, je doet en je bent heel vaak bezig. En het heeft ook heel veel met het nadenken zelf te maken. Dus ik vind het een superleuke sport. Omdat het fysiek en mentaal aanspreekt. Kan je kort omschrijven wat dat schermen voor u betekent? Het schermen is voor mij heel belangrijk, omdat ik mij daar echt in kan uitleven. En dat is de enige sport waarbij ik dat gevoel ook heb.